De Hoge Raad van IJsland doet op 20 september uitspraak in het proces van onder meer Amstelveen tegen de bank Landsbankie. De gemeente dreigt door het faillissement van de bank 15 miljoen euro kwijt te raken. Wethouder Herbert Raad van Financiën is bij de uitspraak aanwezig. Wat er is, er is een boedel van die bank Landsbankie. En daar maken verschillende partijen aanspraak op, waaronder hele grote financiële partijen. En nu heeft de curator gezegd, de rechtbank heeft gezegd, dat wij als gemeente met andere gemeenten voorrang hebben. Nou ja, als dat in hoger beroep ook zo blijft, dan hebben we ook inderdaad voorrang op de verdeling van die boedel. En dan heeft Amstelveen kans dat ze een aanzienlijk deel van het geld weer terugkrijgt. U bent erbij. Bent u dan alleen toehoorder of zult u ook nog actief er op een of andere manier bij betrokken zijn? Nee, we zijn in de eerste zaak er ook geweest. Dan ben je aanwezig in de zaal. Dat is een heel klein de rechtszaal in IJsland denk je van nou, dat zal maar wel een gigantisch paleis zijn. Het is een heel klein zaaltje. Iedereen kent elkaar daar. En omdat we daar zijn als lokale overheden, nou, dat, dat gonst ook allemaal door Rijkjafik heen. Dus dat, dat de aanwezigheid, en dat zal ja, wellicht meegenomen worden in de pleidooien van de advocaten: van ja, de mensen zijn hier, want ze vertegenwoordigen mensen in Amstelveen. Ja, die komen op voor hun kinderen, voor hun scholen, voor hun sportverenigingen. Want daar hebben we dat geld hard voor nodig als het hoger beroep wordt afgewezen, dan is de laatste strohalm daarmee ook verdwenen. Ja, en dan hebben we een, dan, dan is het jammer want dan, dan wordt dan zijn we niet preferent en dat betekent dus dat die hele boedel, want er is onvoldoende geld om iedereen uh, weer terug te betalen. Ja, dan krijg je 20-30 procent hoger terug en anders uh, kan dat, ja, loopt dat veel hoger op. Dus dat is, zou veel beter zijn voor Amstelveen. Is dat percentage aan te geven hoe hoog dat op zou kunnen lopen voor voormalige uh, spaarders van, van ISAFE? Nou, voor, wij, wij hebben met Landsbank hier te maken. Als het gaat om Amstelveen, dan denken we ongeveer tussen, de, als het allemaal goed gaat, dan verwachten ze nu, zeg met maar de experts, 70 tot 80 procent weer terug. Waarom is Amstelveen aangewezen om daar uh, vertegenwoordigd te zijn? Omdat Amstelveen, als je kijkt naar de gemeente, een van de grootste partijen was die daar het meeste geld verloren heeft. Dus het belang voor ons is ook een het grootste belang. Amstelveen is een grote schuldeiser, om welk bedrag gaat het? 15 miljoen euro. Taalbedrag, daar zit de provincie bij in. Ook andere gemeenten, dan zit het uit mijn hoofd iets van 163 miljoen euro. Dus het gaat om een aanzienlijk bedrag wat dan terugkomt naar Nederland en vooral naar die gemeenten. Wanneer krijgt u de uitslag te horen van de Hoge Raad? Wij verwachten dat het binnen een aantal weken bekend zal zijn. Dus dan, dan denken we aan een termijn van vier weken.